Niet een pasje draad. In het dag laat hij dat ding vallen. Ik heb het al twee keer gedaan, God. Kijk, we gaan bij die gele auto. Nee, ik ga niet. Ja, ja. Bert is van hier planten. Dit is het water. Zie dit hier, kom. Dit is van ons, groep 1. Deze. Dit is onder. Ja, dat moeten we ergens aan zijn. Ik kom advies geven. Dit zeg ik. Nou, was ik stil. Kijk of uw huis goed geïsoleerd is en we geven ook uw tips en we kijken naar welke label u heeft. Oké. Okay. Daarmee, ja, dat is goed voor uw portemonnee en voor het milieu. We komen door middel van een laptop, komen wij bij u een paar vragen doornemen. Okay. Dan kunnen wij samen met u een paar vragen stellen over uw huis en dan krijgen wij zo'n lijstje van wat voor label uw huis heeft en wat er verbeterd kan worden. Ja, ja, maar deze huizen zijn redelijk goed geïsoleerd, want die staan nog niet zo lang. Heeft u misschien tijd nu? Nee, ik heb nu geen tijd. Oh. Ik heb helaas geen tijd. Ja. Nee, dat is een beetje anders. Die internet doet Google. Ja, dit zijn die isolatiemogelijkheden, als uw huis niet goed geïsoleerd is. Hier tussen de zolder zit u. En voor de meeste is het best bij de ramen. Dubbelglas. Ja. Dat zorgt ervoor dat de warmte in huis blijft en dat het ook in de zomer sneller afkoelt. En ja, zoals je ziet aan de zijkant van uw huis bijvoorbeeld, dan neem ik hier als voorbeeld... ja, die kant eigenlijk tussen die muren, ja. Als het daar geïsoleerd is. Sorry. Nu hebben we deze nog. Ja, die moet jij even doen. Hier zo te zien, ik heb daar een gast op mijn huis gedaan. Die heeft een 200 ringkap, 150 vierkante meter. En hier kunnen we zien hoeveel bijvoorbeeld A. Dat is het beste voor het milieu. Dan betaal je bijvoorbeeld €385 per maand. Nee, 95 tot 350. Dat zou het mooiste zijn, als ik aan. Werkt hij nu? Ja, hij werkt nu. Dan ziet u een beter overzicht en dan ziet u echt precies wat u heeft. Laat er ook zien. Ja. Best is dat je even kan meekijken. Het zijn gewoon dezelfde vragen. Het is eigenlijk dezelfde vraag. Oké. En u was eigenaar en bewoner? Ja. Ik had toch een hele test voor jou. Woonhuis. Eén en laatste is ik weet het nog. Heel goed. 100? Ongeveer 100. Van de begane grond. Heeft u een... Je kan nu ook zelf... 3.
Want wij zeggen, dat kan je ook zelf... Ja, gewoon verbeteren in huisbrieven. En je kan ook echt zo'n professionele adviseur inhuren. Ja, die kan u gratis. Ja. Krijgt u gewoon gratis. Als u wilt, kan u aanmelden. Komt er een echte ambassadeur, komt gewoon voor de deur. Gaat u hele huis checken. Nou, jullie zijn echt ambassadeurs, maar echt... Nee, is niet iemand van ons. Oh, niet? Nee. Professioneel. Mochten we willen dat. Ja. Dat zal komen. U woonde met drie personen in de stad. U woonde met zijn hoofd op. Hoeveel was het? Naar schatting? Hoeveel inflatie? Nee. 8 centimeter of meer. 106 per maand. Dat geldt ook voor dak- en vloerisolatie. De ramen van de leefruimte zijn ook gewoon dubbel glas. Dat is ook goed, ja. Dat geldt ook bij de slaapkamers. En bij de installatie heeft u een VR-combi-ketel, verbeterd rendement. Dus dat is ook goed, ja. En de ventilatie is een mechanische ventilatie. Dat is vrij modern eigenlijk. Dus, ja? Ja. U heeft geen zonnepanelen? Nee, die wil ik wel graag. Ja, dat is goed voor de ja. Prijzig. Dan heeft u wel een A-label als u die... Ja, dan krijg ik A-label. Ja, en kan ook... Kijk hier dus. Nou, eigenlijk, ja. U heeft comfort, heeft u 4 sterren. Energiekosten per jaar betaalt u ongeveer €2.590 aan extra kosten. Bij de nieuwe situatie, even kijken, als u in plaats van gewoon dubbel glas naar HR+ zou gaan, dus, ziet u wel dat het verbetert, de enige energiekosten per jaar. Ja. En u gaf aan dat u graag zonnepanelen wou, dus u nu, bespaart u €354. Op jaarkosten. Dan kunt u wel terugverdienen. Die zonnepanelen die verdient u zeker terug. Op een gegeven moment wel terug. Ja. En dan gaat u in plaats van een B-label, dat is ook wel goed, maar dan gaat u naar een A-label. Ja, dat zou mooi zijn. Dat is het wel. Heel vast op zich. Je kan daar ook nog kijken of de gemeente subsidie geeft voor de zonnepanelen op die site volgens mij. Oh ja? En er is subsidie hier. Er is hier een subsidie. Ja, ik weet dat de overburen dat wel soms leven. En het zou wel goed zijn voor het milieu. Want het stroom komt niet nergens vandaan. Het moet geproduceerd worden. Ja, dat hier zit je. Dat is ook CO2 uitstoot en dat is slecht voor haar. Hier zit u ook de jaarverbruik van gas in kubieke meter. Mm-hmm. Oh ja, dat gaat 1550, ook omlaag. 50, ja. Toch? Dat gaat van 1641 naar 1550. Omdat u dan betere isolatie heeft. Ja. En dan gebruikt u ook minder gas. En het jaarverbruik van elektriciteit gaat ook fors omlaag door de zonnepanelen. Heeft u maar 3900 kilowatt per jaar vergeleken in plaats van 5271. Ja, dat is altijd wel tegen je huis. Goed, er staat ook de link. En dan kunt u ook aangeven of u professioneel advies wilt. Okay. En misschien kunt u met uw man overleggen over de zonnepanelen. Ja. Ook overleggen. Dat moet er ook altijd. Dat was eigenlijk de test. Ja, hier is eigenlijk van een professional. Oh ja, dan kan je daar natuurlijk contact maken. Ja. Ja, ik ben wel heel tevreden met mijn B-label. Contact maken, ja. We zijn blij dat u tijd voor ons had. En voor uw gastvrijheid. Nou, graag gedaan. Dank u wel mevrouw voor wat Adil net zei, voor de gastvrijheid. Dat u naar binnen liet gaan om een paar vragen door te nemen.
En ja, bedankt dat u met ons die test wou Graag gedaan hoor.